Ja, zoals Harm al zei, Björn was helaas niet in staat om hier vanavond te verschijnen. Hij moest op het bureau heel goed overeind houden met Bahrein afreizen en daar een project op te starten. Ik neem het graag van hem over. Ik vind het leuk om hier bij jullie te staan en Harm heeft me uitdagend geïntroduceerd, zo zullen we het zien. Search, wij zijn gevestigd in Amsterdam. Een bureau wat nu bijna 10 jaar geleden is gestart. We zitten in Noord in een soort oude industriepand en hebben deze herbestemd voor ons kantoor en genieten eigenlijk enorm van de kwaliteit die ook bestaande substans in de stad heeft. We hadden onszelf bezig eigenlijk met, je zou bijna kunnen zeggen, alles. Van heel kleinschalige projecten, het kleinste project waar we nu even mee bezig zijn, dat we net 3 weken geleden hebben opgeleverd. Het is 6 vierkante meter groot, het is een heel klein paviljoentje. Maar we doen ook vrij grote stedenbouwkundige oplossingen van 80.000 vierkante meter in België. En daartussen, tussen die span, opereren wij. Wat wel een heel erg grote rode lijn in ons werk is, is toch de omgang met binnenstedelijke situaties, maar ook echt met herbestemming. Hoe ga je met bestaande gebouwen om? Hoe kun je die zeg maar, op een bepaalde manier opwaarderen en kun je echt een toegevoegde waarde leveren voor een wijk waar die projecten of die bestaande gebouwen verankerd zijn? En hoe kun je juist zeg maar, nieuwe impulsen aan die wijk geven? We opereren niet alleen, is dat überhaupt te zien of ik zie dat nog niks. Niet alleen in Nederland, dat is hier zo ergens, maar we proberen juist eigenlijk ons ook een beetje passend bij het spectrum van werk wat we hebben, van heel klein tot heel groot, van particulier tot heel groot stedenbouwkundige oplossingen, ook buiten Europa of in ieder geval Noordelijk Europa, Zuid-Europa, maar ook Bahrein, Ethiopië, Georgië. Zeg maar juist ook een beetje ons veld te spreiden en ook daarvan te profiteren dat andere landen, andere culturen met bouwopgaves heel anders omgaan. En juist deze ook zeg maar een inspiratiebron voor ons kunnen zijn. En als je nu vanuit Nederland een beetje de buurtlanden bekijkt, dan zie je eigenlijk heel snel dat alleen door het aantal inwoners geregend op die oppervlak, Nederland toch bewuster eigenlijk met de grond moet omgaan. Dan andere landen. Duitsland is een foute, mijn excuus, maar het is niet laag, ik heb hem geprobeerd. En dat is natuurlijk iets waar je heel erg snel bewust van wordt, omdat alle landen zitten zo dicht bij elkaar, alle economieën grijpen in elkaar over. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? En een filosoof die we heel graag citeren is eigenlijk Zygmunt Bauman. Die nog leeft, hij is van 25, een Poolse socioloog die ondertussen in Engeland leeft. Want hij houdt zich eigenlijk met de maatschappij van tegenwoordig bezig, hoe zeg maar de maatschappij verandert van de producent naar de consumer. En één uitspraak die ons juist in deze tijden, waar het toch vrij moeilijk is en de crisis een enorm grote impact op iedereen heeft, sinds omhoog gaat, is van ik ben geen optimist, maar ook geen pessimist, maar ook geen optimist. Ik geloof dat er een betere wereld mogelijk is. Dus laten we ons best doen. En dat is eigenlijk ook die insteek die wij kiezen. Van dus laten we ons echt ons best doen. Wij moeten ons met z'n allen echt inspannen om kwaliteitsvol leven in de stad of überhaupt te realiseren. Het huidige thema binnenstedelijk bouwen, wil ik graag daarmee beginnen wat Harm zei. Het kabinet zegt eigenlijk dat tussen of tot 2020 25 tot 40% van alle nieuwbouw in de bestaande steden en dorpen gerealiseerd zou worden, omdat nieuwbouw op plekken komt die niet meer of weinig gebruikt worden, zoals oude bedrijventerreinen of havengebieden. En wij hebben in ons oeuvre toch een aantal projecten die daarmee te maken hebben. En dat is juist eigenlijk ook een beetje in die richting van Wienix, wat de afgelopen decennia eigenlijk alle ontwikkelingen heeft bepaald en die juist buiten de steden hebben plaatsgevonden. Gaat nu eigenlijk weer de trend en volgens ons ook echt de alleenige goede oplossing richting het verdichten binnen de stad. Dus het is van Wienix naar de stad. Maar wat betekent eigenlijk verdichten? Want het verdichten is niet alleen lege plekken opvullen en eigenlijk proberen ieder gat in de stad op te vullen. Maar ook, het gaat heel snel over hergebruik, over reuse, over het reactiveren van bepaalde gebieden die problemen hebben en dat je juist door
bouwen in deze gebieden eigenlijk een hele wijk weer een schaal hoger kunt brengen. Dat je probeert wijken met elkaar te verbinden of juist drempels te overbruggen. Dat het programma misschien verdubbeld moet worden om heel efficiënt met de grond die je hebt om te kunnen gaan. Dat je probeert juist door verdichten in de stad bepaalde dingen te versterken en dat het soms niet alleen over de reuse en zeg maar hergebruik van bestaande gebouwen gaat, maar eigenlijk ook over een soort upcycling om nog meer uit die gebouwen te halen wat er is. En dat gaat natuurlijk alles in richting kwaliteit en duurzaamheid. Wat het kabinet verder zei is eigenlijk dat wonen en werken op één plek moeten plaatsvinden en dat daardoor zeg maar betaalbare voorzieningen gerechtvaardigd kunnen worden. Scholen, ziekenhuizen, openbaar vervoer, alles bij elkaar heeft wel tot noodzaak dat zeg maar de afstanden geminimaliseerd worden. Een hoge concentratie en een hoog niveau in voorzieningen trekt weer nieuwe bedrijven aan en daardoor kan eigenlijk de stad weer meer leven. Hoe zijn wij nu eigenlijk met het thema verdichten omgegaan of juist het bouwen in de stad? Een heel oud project wat 1996 al is opgeleverd, zo'n 15 jaar geleden. Dat Bjarne samen met Dick van Gameren heeft gerealiseerd. Een Europan-prijsvraag die gerealiseerd is. Begin in 1992 en 1996 opgeleverd. Gaat eigenlijk toen al echt 15 jaar geleden heel sterk over het thema van hoe ga je in een zeer centrumnare situatie. Het is echt ongeveer 400 meter van het centrum. Dat is echt het hartje in Nijmegen, zeg maar een klein 400 meter ligt hier die locatie. Hoe kun je daar zeg maar ook met de schaarste aan grond omgaan? Hoe kan eigenlijk een gebouw in zo'n binnenstedelijke situatie functioneren? De opgave was 60 appartementen verouderen, was verder parkeren. En eigenlijk was natuurlijk door die problemen die toen al heersten en nu eigenlijk bijna nog heftiger zijn geworden, namelijk eigenlijk ook geen geld, een klein kabel in de binnenstad, maar enorm veel programma. Hoe kun je dan eigenlijk zelf hier nog een goede oplossing op loslaten? Wat zij toen hadden voorgesteld was eigenlijk, het idee was namelijk om het parkeren van die auto's voor alle 60 appartementen achter het gebouw op begane grond in de tuin te realiseren. En die idee die toen al 92 is ontstaan, was om alles parkeren boven op het dak te plaatsen, om juist eigenlijk op begane grondniveau, op straatniveau, een heel transparante open zone te realiseren, om juist de kwaliteit van het leven op straat, namelijk het contact met je buren, het contact met winkels, commerciële ruimte, voorzieningen te integreren, waar ouderen die boven wonen ook echt gebruik kunnen maken van voorzieningen die gepositioneerd zijn op de begane grond, en niet tegen een dichte, als het ware, parkeergarage aan te kijken of achter het gebouw, omdat onder het gebouw, dat was duidelijk te duur. En zo is eigenlijk dat project ontstaan met het parkeren op het dak. Het zweeft als het ware boven het gebouw in verband met geluidsoverlast, om juist zeg maar, wonen en het parkeren van elkaar te scheiden. Door een lift gaan die auto's omhoog parkeren, boven gaan we naar beneden. Maar daardoor was het mogelijk om op begane grond echt een open, transparante tuin voor alle bewoners van het gebouw te realiseren. Die met soorten brede balkons aan de achterzijde in de gemeenschappelijke tuin uitkijken, deze kunnen gebruiken. En dat is nu een foto die Christian van Street View Google Maps had gepakt. Je ziet eigenlijk dat als je zeg maar een goede, en dat is eigenlijk waar ik op uit ben, als je een goede integrerende oplossing kiest, die al alle problemen niet probeert te verstoppen, maar kent en daarmee heel bewust omgaat, dan heb je ook 15, 20 jaar later nog een gebouw dat heel goed functioneert. Geen enkele leegstand eigenlijk in de commerciële ruimtes, geen enkel appartement dat te huur is. Boven nog steeds parkeren op het dak en een zeer goed functionerende tuin aan de achterzijde. Het tweede project, in totaal, ik ga vier projecten laten zien, dat was nu nummer 1, en nu komen er dus nog 3. Is het Cultuurcluster in Enschede, een museum, en het Crema Museum in Enschede, twee projecten die schuin tegenover van elkaar. Het Cultuurcluster al 2008 opgeleverd en het Crema Museum wat volgend jaar wordt opgeleverd. Die heel erg daarmee dienen zeg maar, hoe een bestaande situatie hergebruikt wordt. En wat je hier in dat gebied heel goed ziet is dat eigenlijk, en dat is bijna te, ik vind het bijna moeilijk om te zeggen, maar het is precies het gebied waar
jaren geleden die vuurwerkramp heeft plaatsgevonden. En je ziet eigenlijk dat een ramp, hoe erg het ook is, er ontzettend veel heeft mogelijk gemaakt. Al die ontwikkelingen die nu eigenlijk hier in Roombeek, slechtweg 1213 meter van het centrum van Enschede vandaan, mogelijk gemaakt worden en ondertussen al gerealiseerd zijn, omdat ook het tempo waar we dat cultuurcluster hebben hebben mogen ontwerpen en hebben gerealiseerd, het is niet te vergelijken met andere projecten. Maar dan zie je eigenlijk dat soms heb je een bepaalde impuls nodig en een bepaalde visie en echt een soort heldere, duidelijke opzet om heel snel een hele wijk echt te kunnen realiseren en echt een impuls van zo'n hele wijk, voor een hele wijk te zeggen, omdat dat was echt een vrij sociaal zwak gebied en er waren heel veel problemen ook voorheersten. En dat het nu ondertussen, nadat het bijna af is, heel goed functioneert en eigenlijk veel meer ook wijken weer heeft bij elkaar gebracht dat, nou, dat gedeelte en die, maar ook deze echt bij de stad hoort. Wat wij toen hebben gedaan is echt heel bewust het bestaande te laten zijn en meer op die lege plekken invullingen te doen. Het masterplan was toen door de architecten C ontwikkeld en heel duidelijk was aangegeven welke gebouwen gehandhaafd moesten blijven. En we hadden eigenlijk de mogelijkheid dat deze vrije plek, die nu echt door de ramp volledig leeg kwam, nieuw op de plaats en mocht een hoofdaccent komen. Maar het was eigenlijk in de hele tijd, en dat merkte we ook bij de eerste vergadering, het was altijd een extreem gesloten fabrieksmuur. En ook alle bewoners die rechts en links van die straat woonden, waren eigenlijk bang weer voor een nieuwe ontwikkeling. Omdat ze echt bijna 100 jaar tegen een blinde muur, tegen gestank en vieze lucht en alles hebben aangekeken. Ze zagen het eigenlijk veel liever dat het hele complex gesloopt werd. Maar door die vuurwerkramp was er eigenlijk een soort tekort aan monumenten in die hele wijk. En hebben ze juist bewust ervoor gekozen om deze te handhaven. En zo meer met al die problematiek die eigenlijk buitenom in die wijken eerder speelde, hebben wij ervoor gekozen om alles wat we deden zo openbaar toegankelijk als mogelijk te maken. En hebben eigenlijk die binnenstraat, die in eerste instantie het masterplan een overkapte glazen entreezone zouden worden, waar je als het ware je kaartje aan het begin koopt en dan ben je in het museum en kun je aan het eind weer uit, maar dat het niet publiek toegankelijk was. Maar juist deze dingen om te draaien, te zeggen van nou, als je die twee delen met elkaar wilt verbinden, dan doe het maar ondergronds of via een brug. Maar ons leek het juist om zeg maar die verschillende wijken, die problemen die er omheen ontstonden, heel duidelijk openbaar toegankelijk te maken en door een openbare binnenstraat waar alle entrees naar de kunstuitleen, naar de appartementen, naar het museum, naar de ateliers, naar een café, zeg maar alle functies vanuit deze straat toegankelijk waren. Om zo mee de grootst mogelijke transparantie voor die wijk te genereren en ook die bestaande fabrieksmuur, dat is deze zeg maar, die eerst volledig gesloten was, open te breken en echt heel duidelijk te laten zien dat die bewoners hier een patio hebben, dat ingangen er zijn, doorgangen er zijn en dat het museum zich echt ook heel duidelijk naar buiten representeert. En dat zie je hier eigenlijk nog een keer, dat wel als gegeven die muur gehandhaafd werd, maar wel doorstegen, shortcuts, openingen, patio's, kozijnen, al die dingen eigenlijk heel duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde zijn. Ja, zo ligt het nu eigenlijk een beetje als een spin in het web en verbindt heel duidelijk verschillende pleinen, de groenzones die echt lopend op deze manier door het museum heen gesloten kunnen worden. De binnenstraat met de grondgebonden woningen, de toren, het hoofdentree van het museum, de boekwinkel en van de achterzijde langs het kanaal eigenlijk het grote parkplaats. Een ander project, dat is nu eigenlijk ook de hal precies zo gehandhaafd, echt reuse, echt precies zo gepakt als het waar was. En alleen waar schade en de dakvlakken aanwezig was door de ramp, maar ook door de tijd om van onder te repareren en niet eens de structuur te veranderen of als het ware verlaagde plafonds toe te passen en echt ingreep aan het gebouw te doen. De ingang die dan eigenlijk naar de onderdoorgang gaat. En die brug die over de binnenstraat weer terug leidt naar de entree. 'S Avonds ook een vrij herkenbaar beeld. En dat is wel leuk. Het is niet zo zichtbaar als dat abstracte museum wat niet toegankelijk is. Maar juist eigenlijk als een soort plek waar iedereen graag
even naartoe gaat, verblijft en gebruik van maakt. Het museum in Enschede schuin tegenover, daar zijn we dan net een stap verder gegaan. Omdat alleen het bestaande gebouw te handhaven en te gebruiken, was eigenlijk niet mogelijk. Het was een gebouw wat heel erg lage verdiepingshoogte zat. 2,20 meter is iedere laag. En hier zouden we een museum voor Jan Kramer positioneren. Maar eigenlijk hetzelfde. Het is juist leuk in een wijk die door de vuurwerkramp getroffen werd, om juist hier eigenlijk gebruik te maken van de lokale aanwezige objecten. Om even heel goed te kijken van ja, wat kun je eigenlijk nog van de bestaande structuur, van het oude hergebruiken en hoe kun je daarmee omgaan. Wat we hebben gedaan om echt het gebouw te kunnen handhaven op de maximale manier, is een latere aanbouw hebben we weggehaald. We hebben vervolgens de begane grondvloer 1,50 meter afgegaan. We hebben het één keer door het midden gesneden. We hebben 2,5 meter glastrok ertussen geplaatst. We hebben het dak vervangen, omdat het huidige dak was al door die vuurwerkramp een keer omhoog, door die drukgolf omhoog getrokken weer gevallen. Was sowieso los zeg maar, van het bestaande gebouw. We hebben dat net een meter hoger geplaatst. En waren daardoor eigenlijk in staat om te zeggen van nou, je hebt opeens 3 volledige verdiepingen waar de museale functies kunt toepassen. En een soort lage installatiezone in het midden. En zo mee kon eigenlijk de hele structuur van het gebouw, de karakteristieke eigenschappen, de kolommen, de gewelftes, vloeren, gietijzeren, kolommenkopjes, alles kon worden gehandhaafd. En is eigenlijk tezamen van het gebouw nog precies dat wat het was. Het is echt letterlijk door het midden gesneden opgevijzigd. En dat zie je eigenlijk hier hoe opeens die toren centimeter voor centimeter omhoog gaan. Het was nu rond kerst en nu is het klaar. En is dat eigenlijk de hoofdverdieping waar je ziet dat als het ware het gebouw precies letterlijk hier door het midden is gezaagd. 2,5 meter opgetild en dan eigenlijk weer op de nieuwe staalconstructie rust. Maar dat alleen door verlengen van de bestaande kolommen, dus als het ware 2 meter erbij gekomen, hier die lasnaad, is verder volledig het gebouw intact gehouden. Dat is nu dat nieuwe dak, waar je ook ziet dat eigenlijk alle raamopeningen en alle op lage gedeelte zelf hier aan de achterzijde zijn gehandhaafd. En dat is eigenlijk waar wij denken van ja, het is misschien een radicale ingreep, maar het is wel iets om iets met bestaande lokale aanwezige identiteiten te doen. En juist niet alleen een gebouw her te gebruiken, zoals ik bij de cultuurcluster heb gedaan, om echt net een nieuwe invulling aan te geven, maar juist eigenlijk een stap verder te gaan en te kijken hoe kun je dan op een radicale manier eigenlijk een extreme kwaliteit toevoegen aan die wijk. Eigenlijk een beetje het grootste project waar we mee bezig zijn. Ik ga hem even snel doorheen. Sorry. Een project in Leuven langs het spoor, waar we heel erg bezig waren met de begrotgebruik, het verbinden van wijken en ook het toegankelijk maken. Omdat wat je hebt is een enorm dik spoorpakket. Volgens mij zijn het 12 perrons of platforms. Die 2 wijken, Kesselo en die andere zijde, waren heel sterk van elkaar gescheiden. Ook heb je dagelijks bijna 20.000 voetgangers en fietsers die van de ene zijde naar de andere zijde moeten. Maar het gebeurde nu eigenlijk op een vrij ingewikkelde manier met trapjes omhoog, weer open en door kleine smalle tunnels. We werden toen gevraagd door het bureau Arte uit Leuven in België om mee te doen aan een masterplanoplossing. Dat was echt de eerste indiening die we toen hadden gedaan. En waar wij probeerden echt extreme focus op te leggen, los echt van hoe zo gegevens dan überhaupt eruit zien, maar is eigenlijk de verbinding qua doorzicht, transparantie van de ene zijde over het spoor naar de andere zijde, om aansluitingen van passerelles en ondergrondse tunnels op een echt vanzelfsprekende manier te realiseren. En zelf ook nog zo ver te gaan om te zeggen van nou, hoe kunnen we eigenlijk, omdat dat zijn dan natuurlijk alles kwaliteiten die ook in het kader van duurzaamheid echt meespelen, van nou, hoe kunnen we echt verblijfskwaliteiten in die hele enorme, het zijn volgens mij 500 meter lang dat hele ding, hoe kunnen we nou ook echt kwaliteit aan toevoegen, dat het niet een enorme stadsmuur wordt. En dan zie je, even kijken. Nou ja goed, dat spel van ja, hoe kun je door al die blokken erheen kijken, hoe kun je zeg maar verschillende pleinen, groenzones en terrassen toevoegen. En hoe
kun je eigenlijk als het ware het vervoer of het verkeer omleiden, zodat al die 20.000 man die dagelijks van die zijde naar die zijde er geen last van hebben, dat er die drukke weg naar het centrum precies eigenlijk deze knoop kruist. Wat we toen hadden gedaan, en dan zijn we nog steeds heel, ja, zowel trots als ook verbaasd dat het echt gelukt is, we hebben voorgesteld om het hele voorplein echt te verlagen. Je begint hier eigenlijk op nul. En eerder was dat alles op één hoogte, dan moet je zo gesproken dat je naar de tunnel onderdoor wil houden. Wat nu eigenlijk gelukt is, die hele wijk aan te laten sluiten op een verlaagd plein, onder die drukke weg door een soort viaduct te maken, kom je op een verlaagd voorplein voor het station uit, dan kun je vanzelfsprekend door die tunnel naar de overzijde, naar Kesselo, of eigenlijk hier van een hoger plein over de passerelle, over het spoor, weer aan die andere zijde komen. Het is nu een aanbouw, bijna klaar, dat was dan het idee tijdens de prijsvraag van het plein, te zeggen van nou, je wil eigenlijk een zo dunne, smalle, bijna onopvallende lijn van die hoofdverkeersroute boven. En echt een groot uitnodigend plein om al die verkeersstromen van de ene zijde naar het andere te kunnen brengen. En dat is nu eigenlijk hoe het echt nu gerealiseerd wordt. Dat is echt, dat is een luchtfoto van een week geleden. Het verlaagde plein met commerciële ruimtes, fietsenstallingen eigenlijk in de plintzones, bioscoop, conferentiecentra, kantoren, appartementen. Hier zit een parkeergarage onder een grote fietsenstalling en nog een keer 900 parkeerplaatsen eigenlijk aan de linkerzijde. Maar je ziet dat het plein wat verlaagd is, deze, door ook nog die brug eigenlijk zodanig vorm te geven dat hij echt als een soort heel iel straatje erboven zweeft, je nooit het gevoel hebt dat je eigenlijk onder het drukste verkeersknooppunt in Kesselo loopt. Nou, dat is eigenlijk van hoe ga je op een slimme manier met binnenstedelijke situaties om zonder alleen te verdichten, maar juist eigenlijk te proberen de problemen te erkennen en op te lossen. Het laatste project, en dan vertel ik even nog, 5 minuutjes heb ik nog, iets even over het wonen in de stad. Het is eigenlijk ook weer kijken van hoe ga je programma stapelen, hoe kun je zeg maar door een nieuwe stedenbouwkundige ingreep die op een vrij groot schaalniveau plaatsvindt, een impuls aan een stad geven. Het Westerijdok in Amsterdam, centraal station, binnenstad, en juist hier aan en in het IJ wordt op het moment het Wester- of het IJdok gebouwd. Jan Wassenbroek en Dick van Gameren hebben jaren geleden het masterplan opgesteld, wat gebaseerd is op eigenlijk zichtsnedes uit de binnenstad. Het belangrijke punten langs het IJ. Het ging om een extreem groot aantal vierkante meters, volgens mij 78.000 die gerealiseerd moesten worden op één plek. Maar hoe doe je dat eigenlijk om het zicht vanuit die stad naar het IJ toe niet te verstoppen en wel ook eigenlijk nog het doorzicht zeg maar, naar de achterzijde te gewaarborgen. En ook een beetje uit de historie was natuurlijk die vistas in Amsterdam bekend, waar je vanuit bepaalde punten in de stad altijd zicht moest houden op het IJ. En zo is eigenlijk ook het masterplan voor dat blok opgebouwd, een massief volume. En dan goed kijken vanuit bepaalde punten van Wickers Eiland of CS of de Keizersgracht. Van welke delen moet je eigenlijk vrijhouden om als het ware nooit de zicht te versperren. En dat is dan eigenlijk heel duidelijk de uitgangspunt, het maximale volume. En dan snee voor snee eigenlijk toe te passen en het volume weg te halen om aan het eind eigenlijk een blok over te houden die voldoet aan alle zichtlijnen uit de binnenstad. Ja, dat is nu een rendering, maar waar je eigenlijk heel goed ziet dat juist die lijn die uit de binnenstad als het ware in deze snee eindigt en zo heb je hier eentje en heb je van die andere zijde eentje zo juist dat in te spelen. En het Paleis van Justitie is er gevestigd, politie te water, landelijke politiekorps, kantoren, hotels, appartementen, commerciële ruimtes, een jachthaven komt er nog bij. Zo eigenlijk alles wat je zeg maar aan een intens programma voor een stad kunt bedenken, wordt in deze blok samengevat en juist dan eigenlijk nog aangevuld als het ware door een jachthaven voor 60 passantenboten op een ondergrondse parkeergarage
die echt in het water 500 auto's als het ware kan vatten. Maar de hele discussie, dat een beetje in het achterhoofd houden, zeg maar de verdichting, hoe ga je eigenlijk met bestaande substanties om en hoe ga je echt invloed nemen op je stad, is waarom is die stad eigenlijk zo'n extreem probleem? Waarom is die stadontwikkeling eigenlijk de toekomst waar we met z'n allen aan moeten bouwen? En juist, wat we in het begin zeiden van ja, als we iets doen, dan laat het ons goed doen. En wat dan eigenlijk bij mij een beetje opkwam is, ja, dat wonen buiten de stad, op het platteland, in het dorp is eigenlijk nog steeds een soort leugen. Of als je het iets minder radicaal zegt, dan is het eigenlijk een soort misverstand. Iedereen heeft het over kleinschaliger wonen, over mooier, beter, gezonder, rustiger, goedkoper, duurzamer. Maar ja, dat is wel het ideaalbeeld wat je voor ogen hebt. Maar is dat eigenlijk ook zo? En volgens mij is het niet de realiteit. Onderhanden is bijvoorbeeld, tuurlijk is het wonen goedkoper, maar ja, het neemt ook wel meer ruimte in beslag. En het is eigenlijk ook zo dat alle voorzieningen niet efficiënt gebruikt kunnen worden. Je hebt niet de critical mass of die massa die je nodig hebt om echt efficiënt met dingen om te gaan. Vervolgens wordt eigenlijk de automobiliteit wordt eigenlijk veel meer vergroot. En als je heel goed kijkt, dan zijn als het ware fietsbewegingen in de stad per inwoner veel, veel hoger dan op het platteland. Omdat op het platteland is ondertussen het volledige openbaar vervoer afgeschaft, dan gaat iedereen in het weekend naar de supermarkt met de auto. En wat je dan krijgt is echt files op alle wegen buiten de stad. Verder is het natuurlijk ook zo dat ondertussen de bleekneusjes waar het iedereen vroeger over had van hoe gezond is eigenlijk het leven in de stad, die bestaan daar ook niet meer. Kinderen in de stad komen evenveel naar buiten dan kinderen op het platteland. Ook is de stad ondertussen niet meer de accumulatie van problemen, van criminaliteit, van slechte gezondheid, van verstoppingen, verkeerschaos. Ook zelf, nou ja, contact met je buren kun je houden. En is dan eigenlijk nog de vraag van, misschien is juist de stad het podium waar je al die problemen kunt oplossen. En de kwaliteit van het leven in de stad is veel groter. Als ik nu een beetje naar mijn collega's kijk, en van ja, ik heb geen ouders hier in Nederland wonen die ergens op het platteland wonen, maar als ik een beetje met mijn collega's praat en iedereen beluister van ja, wat eigenlijk ouders op het platteland meemaken, dan vind ik het soms echt beangstigend, omdat nou ja, alle voorzieningen verdwijnen eigenlijk, openbaar vervoer is moeilijk nog aanwezig. Huisartsen, dat zijn dan alleen dus nu soms een opsomming, nou ja, wat ik dan wel meekrijg van collega's is, nou ja, huisartsendiensten hebben als het ware moeilijkheden om diensten in het weekend te draaien. De lokale supermarkt verdwijnt. Huis- en huislevering zijn niet meer mogelijk. Kwaliteitvolle eten, nou, dat verdwijnt. Sportvoorzieningen worden ook steeds meer gestopt. Het wordt liever de tennisbaan gebruikt om winterstalling voor caravans te plaatsen, omdat het meer opbrengt dan leden te betalen. Al die dingen zijn wel een beetje angstaanjagend. En ondertussen is het zo dat eigenlijk de landmarkt die je echt op het platteland verwacht, in de stad gevestigd is, in de supermarkt, verderop in het dorp. Want ondertussen, city farming, dat is wel een fotootje uit, niet Amsterdam, maar city farming wel een van de opkomende dingetjes. Dat heeft natuurlijk heel simpel mee te maken. Want als je alles bij elkaar haalt, productie en transport, nou ja, dan kun je enorm veel kosten besparen. En zijn eigenlijk al die afstanden om dichter bij de consument te zijn en redenen om niet weer buiten op het platteland te zitten. Ook de vergrijzing van de bevolking, de emancipatie van allochtonen en een veranderde manier van werken en produceren vraagt ondertussen meer ruimte en kan ruimte op een andere manier gebruikt worden. Door de kritische massa. Door de kritische massa in de stad wordt de service in de stad steeds beter. Aanbod, vervoer en diversiteit groeien. En het dorp krijgt ondertussen steeds meer de functie eigenlijk van een soort vakantiebestemming. Echt een middelpunt waar alleen nog bepaalde doelgroepen eigenlijk terechtkomen. Of bepaalde ouderen of buitenlevers. En ergo, als je het goed doet, dan is de stad echt de toekomst. Hier zijn we in staat om een zeer hoge kwaliteit van leven in de stad te creëren. Maar hier moeten we ook nog verder hard aan werken.
En wat wij eigenlijk steeds meer merken, is dat overheden veel meer service moeten bieden aan initiatiefnemers. Initiatieven zijn er, maar ze zijn er nog te weinig. En misschien is het nu nog een tijd dat eigenlijk grote bouwers niet meer alleen de grond bezitten, bepalen hoe gebouwd wordt en aan het eind een kant-en-klaar product afleveren, maar misschien is een van die ingrijpende maatregelen om überhaupt die stilstand en ook echt initiatieven weer van de grond te krijgen, om te zeggen van nou, eigenlijk zijn al die partijen nodig om service te verlenen en niet meer te bepalen hoe gebouwd wordt. Particulieren, MKB'ers en collectieve bouwgroepen, hun moet echt geholpen worden. Omdat wat wij ook meemaken, wat wij zien, is eigenlijk dat ieder initiatief verzandt, komt niet van de grond, omdat alle procedures heel erg onduidelijk zijn en eigenlijk het heel erg moeilijk is om grond die ergens in vaste handen is, te bemachtigen. Nou, sinds de crisis van 2008 ligt alles stil. Ontwikkelingen worden stopgezet of opgeschorst. Maar komt de grond opnieuw vrij? Wat zijn de ideeën hiervoor? Volgens ons is het nodig dat stedenbouw en de afdeling ruimtelijke ordening juist niet losgelaten moeten worden, maar dat juist zij eigenlijk de instant zijn die een bepaalde impuls kunnen genereren en dat gemeentes op stedenbouwkundig niveau niet moeten worden uitgekleed, maar juist eigenlijk de verantwoording weer moeten krijgen om dingen te doen. Procedures moeten transparanter zijn en makkelijker worden. En juist hier moeten eigenlijk de gemeentes meer service verlenen en proberen echt de mensen te steunen. Want dat is natuurlijk eigenlijk het ideaalbeeld wat we willen. Echt wonen in de stad, genieten van alle omgevingen en even kijken dat ja, eigenlijk juist alles zo dermate geconcentreerd is dat daar die toekomst ligt. En de mensen moeten goed, ja, ons statement is eigenlijk dat je de mensen moet goed blijven bedienen. En dan blijven zij langdurig ook in je stad. En als ze langdurig blijven, dan zijn ze ook bereid om langdurig te blijven investeren. En een gemeente heeft dan niet alleen eenmalig profijt ervoor door heel erg groot of hoog grond te verkopen, maar juist zeg maar door de bewoners heel goed te servicen, om jaarlijks daarvan eigenlijk te profiteren. En in zover moet eigenlijk het motto niet zijn, we bouwen voor u of wil je met mij bouwen. Nee, maar eigenlijk, wij helpen u. Omdat alleen door de initiatieven zijn ontwikkelingen en eigenlijk ook een kwaliteitvolle toekomst mogelijk. Initiatieven zijn nodig. En niet alleen injecties, zoals hergebruik, langzame en kleinschalige ontwikkeling. Het is wel één oplossing, maar niet dé oplossing. En volgens ons, en dan laat ik nu even die highlight in New York zien, zijn echt visionaire, inspirerende impulsen heeft die stad nodig, die op lange termijn de stad versterken en de kwaliteit toevoegen. En naar Amsterdam, omdat dat is waar ik in ieder geval het meeste thuis ben, zoals het NDSM-gebied of het Oostelijke Havengebied, het zijn wel goede voorbeelden, waar echt heel duidelijk, of Ceramiek en Maastricht, echt met één duidelijke visie een hele impuls op langdurig niveau aan een stad werd gegeven. En een combinatie van specifieke lokale kwaliteit met een visioen en een intensieve, heldere opzet. En even afsluiten is, we moeten blijven sleutelen aan een betere wereld, aan een betere stad met een nadruk op duurzaamheid en hergebruik en verdichting. Omdat de basis is er al, maar we moeten wel ons best doen. Dat was het.